Zie je! 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hallo jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe Xie. Oh, sorry. Sorry dat ik zo mijn mond vol had. Ja, jullie zijn iets eerder dan ik had gedacht. En ik had nog een snoepje genomen. Dat komt, het gaat vandaag over eten en drinken. En ik had er gewoon helemaal zin in. Dus ik had een snoepje gevonden. En ik denk, ik neem hem nog even voordat de kinderen komen. Nou, en toen zat hij dus in mijn mond. En toen waren jullie er al. Pardon. Fijn dat jullie er weer zijn. Een nieuwe aflevering. Ik zei het al, het gaat over eten en drinken. En daar hou ik van. Ik eet het liefste. Ik hou heel erg bijvoorbeeld van fruit. Aardbeien, blauwe bessen, sinaasappel, mango. Maar ik hou ook heel erg van ijs hoor. En van chocola. En van chips. Ja, best wel veel dingen die niet super gezond zijn, vind ik gewoon ook heel lekker. Ja, en als je dan maar gewoon niet te veel van eet, dan kan het best eens. En ik hou ook van gezonde dingen hoor. Eten. Ik wil daarmee een spelletje doen met jullie. We hebben alles gedaan, gezond, ongezond. En vandaag is het best wel een moeilijk spelletje. Dus je mag ook hulp vragen als je het niet zo heel goed weet. Dan doe je het even samen met papa en mama. Of met je grote broer of zus. Of met, je, met een vriendinnetje. Als je het samen doet, dan weet je misschien wel meer. Ik ga zo meteen twee dingen laten zien. Twee dingen moet ik doen, hè? Anders is het vier. Twee dingen laten zien. En jullie moeten dan raden en eigenlijk aanwijzen welke van die twee het duurste is. Dus voor welke van die twee moet je het meeste geld betalen in de winkel, denk je? Ik ga als eerste twee dingen laten zien. Een aardappel en een banana. Wat denken jullie? Welke is het duurst? Klopt! Voor de banaan betaal je het meeste geld. Aardappels koop je in een hele grote zak met veel. En dan is per stuk de aardappel dus helemaal niet zo duur. We blijven even in de ronde dingen van de aardappel. Ik heb hier een hele gezonde appel. En ik heb hier een hele ongezonde kachelbal. Wat denken jullie? Welke is het gezondste? Nee, niet het gezondst, sorry. Welke is het duurst? De appel of de kachelbal? Yes! De appel is het duurst. Van deze kun je zo'n hele lange strip kopen. Dat hebben mijn zoontjes gedaan. Die hebben zo'n hele lange strip gekocht met allemaal van die kachelballen. Waar heel snel de smaak van af is. Maar leuk om een keertje te kopen. Ja. Chocola, waar ik dus heel erg van hou. Kauwgom, voor een frisse adem. Wat denken jullie? Welke is het duurst? Deze is het duurst. Chocola.
Voor deze reep betaal je meer dan voor het pakje kauwgom. Oké. Dan deze twee. Ik heb hier een pak havermout. Waar je pap van kan maken. Of wat je kan gebruiken in een smoothie. Of in een, kun je ook lekkere taart van bakken. Havermout. En een pak rozijnen. Wat denken jullie? Welke is duurder? De rozijnen of de havermout? De rozijnen of de havermout? Yes! De rozijnen zijn het duurst. De havermout is het goedkoopst. Een zak chippies en een emmertje tomaten. Welke denken jullie dat het duurst is? De chips of de tomaten? Deze? Deze. Ja, de tomaten zijn het duurst. Jammer, want die zijn het gezondst. Dan moet je voor gezonde dingen toch weer meer betalen. Maar de tomaten zijn het duurst. Nou, we hebben allemaal dingen gehad met eten. Dan heb ik tot slot nog één vraag over drinken. Weten jullie van deze twee welke het duurst is? Ik heb hier een pakje boomfruit drinken. Perensap, appelsap, zoiets. En ik heb hier een glas water. Wat denken jullie? Welke is het duurst? Water, hè? Water krijgen wij in Nederland gewoon uit de kraan en dat kunnen we meteen drinken. Dus bij ons is een glas water het goedkoopst. Ja. En het is heerlijk, dorstlessend. Zeg, we gaan gauw naar de gast van deze week. Want deze week mochten de terrassen weer open van de regering. Dus konden mensen weer lekker wat te drinken bestellen op het terras. En de gast van deze week, die heeft dat ook meteen gedaan. En die ging eens even lekker een drankje bestellen. Kijk maar eens even mee hoe dat avontuur op het terras is gegaan. Goedemiddag meneer. Hoi. Kan ik ergens mee helpen? Ja, ik heb eigenlijk wel zin in wat te drinken. Wat kan u aanbevelen? Ik heb hier een menukaart. Daar staan eigenlijk alle drankjes op die we hebben. Oh ja. Nou, weet je wat? Doe maar een koffie. Daar heb ik denk ik wel zin in. Is goed. Komt eraan. Kijk eens aan. Een bakje koffie. Ah, sorry. Ja. Mevrouw de Ober. Is er wat verkeerd? Ja, dit is me denk ik toch iets te warm. Heeft u misschien iets kouders voor mij? Dan kan ik dit nog omwisselen. U heeft al uit gedronken, hè? Ja, maar ik heb ook net mijn tong verbrand. Dit is me echt veel te warm. Ik kan wel kijken wat ik voor u heb. Ik weet niet of u wel wat anders heeft. Als het maar wat kouder is. Dat is prima. En een sapje misschien? Ja, doe maar. Ja. Komt eraan. Ik heb hier nog een sapje. Oh. Nou. Fruitig en fris. Ja. Oh. Mevrouw de Ober. Ja? Dit is wel heel erg fruitig en zoet. Dit is me veel te sterk. Heeft u wat anders? Wat? Te zoet. Dit is me te zoet. Oké. Ik heb eventueel nog een wijntje misschien. Is iets minder. Dat wil ik wel proberen. Prima. Ja? Ja. Ja. Oké.
Oh. Ik hoop dat dat wel lekker is. Kijk eens aan. Een wijntje voor meneer. Niet te zoet, niet te warm. Nou, ik ben benieuwd. Oh, dat is echt lekker. Nom de ju. Oké, dat kan ik niet betalen. Ober? Ja, meneer? Ja, ik weet niet wat het is, maar iets voelt toch niet goed. En het is ook best wel duur. Heeft u misschien iets goedkopers? Wat voor mij? Ik denk dat ik precies weet wat u nodig heeft. Ik heb namelijk een drankje wat gratis is. Oh, nou, dat klinkt echt perfect. Ik zal het voor u ophalen. Ja, graag. Nou, daar heb ik toch wel zin in. Ben ik wel benieuwd. Kijk eens, meneer. Een glas water. Oh, helemaal gratis voor wat u. Wat lekker. Was helemaal klaar met deze meneer. Ja, hij was ook wel een beetje irritant, hè? Tjonge, jonge. Nou, ik hoop maar dat hij zich lekker heeft kunnen afdrogen. Wij gaan naar het Bijbelverhaal. En het Bijbelverhaal van deze week gaat ook over eten en drinken. Maar het gaat over eten en drinken voor ons. Onze ziel, ons hart. Eten en drinken dat we nooit meer honger hebben of dorst. Wilma gaat ons er alles over vertellen. Luister je mee? Hey, ben jij wel eens op de markt geweest? Je weet wel waar mensen dingen verkopen zoals lekker brood en fruit en allerlei mooie stoffen voor kleren. Nou, ik kom er graag hoor. En helemaal als je van al die lekkere luchtjes ruikt, van de warme bakken bijvoorbeeld. Of als ze vlees aan het grillen zijn. Laatst was ik op de markt en ik had eigenlijk wel een beetje trek. En toen liep ik op de markt en toen kwam er die lucht van die vers gebakken broodjes zo in mijn neus. Heerlijk. Ik ben Jesaja. Ik ben een profeet. En een profeet vertelt de mensen eigenlijk een boodschap van de Heere God. Soms zegt de Heere God iets tegen mij wat ik aan de mensen moet doorvertellen. Dat is mijn werk. En laatst liep ik dus op de markt. En ik had eigenlijk trek en had zin in een lekker broodje. En ik stond maar wat te wiebelen voor die kraam. En ik voelde al in mijn zakken. En die marktkoopman die keek mij een keer aan. Wat doe jij hier nou? Ik had eigenlijk zin in een broodje, maar ik had helemaal geen geld bij me. Dat was balen, joh. Ik had geen geld om ook maar iets te kopen. Dus ja. Dan kom je niet zo ver hè, op de markt. Dan kun je niks halen. En ik wilde het zo graag. En ik had ook eigenlijk heel erg dorst. Maar ja, ik kon nergens wat drinken kopen, want ik had geen geld bij me. Ja, zo jammer. Dat is echt, ja, toen moest ik maar weer met een lege maag naar huis. Maar toen ik naar huis liep, toen begon God tegen mij te praten. En hij zei iets heel bijzonders tegen mij. Hij zei, kom maar naar mij. Want ik heb water en ik heb eten. En het kost helemaal niks. Helemaal niks. Gratis. Dat is bijzonder. Eigenlijk kan dat niet. Normaal, op de markt, moet ik altijd geld betalen. Maar de Heere God zei, ik heb iets voor je. Dat kost helemaal niks. Kom en eet en drink. En je hoeft niks te betalen. Heb je dorst? Kom maar bij mij. En ik heb ook wijn en melk. Dat hoorde ik God zeggen. En
Ik bleef even staan, gratis. Bij hem kon ik iets kopen of iets krijgen, zonder dat ik hoefde te betalen. Dat is bijzonder. Maar toen ik na begon te denken, begreep ik dat God iets anders bedoelde. Hij vertelde mij iets wat ik aan de mensen moest vertellen. En ik luisterde heel goed. God zei, als je naar mij luistert, dan heb je altijd meer dan genoeg te eten. Dan zul je genieten van een heerlijke maaltijd en dan heb je nooit geen honger meer. Zeker weten. En waarom zou je nog geld uitgeven voor brood als je daarna weer honger krijgt? Of van iets anders als je er toch niet echt vol van wordt? Bij mij, zei de Heere God, mag je eten en drinken voor niets. Eten voor niets. Ik zag het helemaal voor me. Een marktkoopman die bij een kraam met heerlijk eten staat, waar je koel en lekker water kunt kopen, als het heel warm is. En verse melk en nog veel meer. En je hoeft helemaal niks te betalen. Wat zal het dan druk worden bij die marktkraam? Want wie wil dat nou niet? En dan is er ook nog eten waar je nooit meer honger van krijgt? Wat voor eten zou dat toch zijn? Ook al eet ik nog zo lekker, na een tijdje krijg ik altijd weer honger. En langzaam liep ik weer verder. En ik dacht, nou, wat zou God nou precies bedoelen? Als je naar mij luistert, zei hij. En toen hoorde ik nog meer. Hij zei, luister goed naar mij en je zult leren hoe je goed kunt leven. Oh, dat bedoelde de Heere God. Dus als je naar God luistert, dan helpt hij je om alle goede dingen te doen. En dan leef je zoals hij het wil en dan zul je gelukkig zijn. En dat is net zo fijn als nooit meer honger hebben. Nou begreep ik wat God bedoelde. God wil dat we naar hem luisteren. En hij bedoelt dat luisteren naar hem net zo is als heerlijk eten en drinken, omdat je voelt dat het goed is voor je. En dan zullen mensen die God nog niet kennen zien dat God een God is die voor je zorgt en dat je niets tekort komt. En het kost je ook nog helemaal niets. Wauw, dat ga ik aan alle mensen vertellen die het maar willen horen. Ik ga op de markt staan. Ik ga het vertellen wat God tegen mij zei. Luister naar God. Hij zorgt voor je. En dat doet hij helemaal gratis. En dan zul je gelukkig zijn. Oké. Dus het gaat eigenlijk niet om echt eten, maar dat als we luisteren naar God, naar Jezus, hebben we genoeg, dan zijn we vol, zijn we verzadigd, hoeven we niet steeds iets nieuws, dan zijn we tevreden. Ja, volgens mij is dat het. Want ik weet niet of je het kent, maar soms als je dan bijvoorbeeld snoepje neemt of ik een stukje chocola, dan neem je dat, zie je lekker te eten, dan krijg ik zin in nog iets en nog iets en nog iets en nog iets, want ja, in snoepjes en in chocola wordt ook een spulletje gestopt dat je eigenlijk meteen zin hebt in nog iets. En dan is het eigenlijk nooit genoeg, ben je nooit klaar, wil je altijd meer. Maar zo zit het dus niet bij God. Als je luistert naar hem en leeft volgens zijn regels en hoe hij het wil, dan is er genoeg voor iedereen. En het is ook goed en genoeg voor jezelf. Omdat je steeds weet, God houdt van mij. Het is goed. Ik ben goed. Ik ben genoeg. Ik hoef niet steeds beter en anders en meer. Jongen. Ga ik toch wel even heel anders kijken naar eten en drinken. Patrick heeft ook iets voor het gebed deze week. Wat met eten en drinken
ja, met smaken te maken heeft. Dat we gaan bidden en dat we dat doen aan de hand van smaken. Ik ben benieuwd. Kijk je mee? Goedemorgen. In het Bijbelgedeelte, wat best een beetje een lastig Bijbelgedeelte was, ging het ook een beetje over water. En in het gebedsmoment van nu wil ik ook bezig gaan met water. En wat heeft water nou te maken met bidden? Nou, ik hoop dat dat zo duidelijk wordt. Want we gaan eigenlijk drie gebedsmomenten houden. Ik heb zometeen zoet water. En dat zijn de dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar voor bent. Ik heb ook zout water. En dat zijn de dingen die... dat heeft te maken met de dingen die je een beetje moeilijk vindt. En ik heb ook bitter water. En dat heeft te maken met de dingen waar je wat verdrietig van wordt. En waar je verdrietig van bent. En ik begin eerst gewoon maar met zoet water. Gewoon zoet water. Ah. En daar gaan we gewoon eens bij stilstaan, bij als je het zoete water hebt gedronken, waar ben ik nou dankbaar voor? Waar ben ik nou blij mee? En we gaan het zo doen, dat ik ga het inleiden, dus ik ga beginnen met bidden. En dan stop ik op een duur met bidden en dan mag je zelf gewoon invullen waar je nou blij van bent geworden van de afgelopen week, of waar je nu blij mee bent, of waar je heel dankbaar voor bent. Zullen we dat gewoon gaan doen? Dan begin ik met bidden en als ik stop met bidden, dan mogen jullie zeggen nou, waar je blij van bent. Dat mag je dan in gebed doen en dat mag je zachtjes doen in je hart, of dat mag je ook hardop zeggen natuurlijk. Zullen we bidden? Heere God in de hemel, we zijn zo blij dat we bij u kunnen komen, elk moment van de dag of het, en nacht. Of het nou nacht is of dag, we kunnen altijd bij u komen. Heer, en we willen nu... Nou, de dingen noemen waar we blij van zijn, Heer, waar we blij van worden en waar we dankbaar voor zijn. En die willen we nu tegen u zeggen. Amen. En ik zei al, we hebben zoet water en we hebben ook zout water. En dat smaakt wat anders hoor. Dat smaakt niet zo lekker, zeg maar. Dat is zout water. En dat zoute water, dat staat dan voor de dingen die moeilijk zijn. Die je lastig vindt. Dus welke dingen denk je nou, maar dat vind ik echt zo moeilijk. Of dat vind ik zo lastig. Misschien dat je ergens tegenop ziet. Wat je zo moeilijk vindt elke keer weer. En gewoon dingen die je lastig vindt. Zullen we daar ook maar voor bidden? Ja? Bedenk zelf maar wat en dan gaan we daarvoor bidden. Gaan we weer hetzelfde doen als net? Zal ik het weer inleiden? Dan begin ik met bidden. En als ik dan stop, dan mag je aan God, mag je je moeilijke dingen neerleggen. En de dingen die je lastig vindt. Zal ik beginnen? Vader in de hemel, we willen bij u komen. En we mogen met alles bij u komen. Heer, en we willen nu ook de moeilijke dingen zeggen waar we... in ons leven tegenaan lopen, die we ook lastig vinden. Heer God, en dat willen we nu tegen u zeggen. Dank u wel, God, dat u ook deze dingen van ons wil horen. Amen. Dan had ik er nog eentje en dat is de bittere, hè? Gaan we eens kijken hoe dat smaakt. Oeh, dat is echt heel bitter. En dat staat voor de verdrietige dingen. En misschien weet je wel iets waar je verdrietig van bent van de afgelopen week. Dat je misschien wel graag wilde logeren, maar dat niet kon in de vakantie. Dat je iets heel graag wil, maar dat niet zo lukt en dat je daar verdrietig van bent. Of dat je ruzie hebt gehad met iemand. Of misschien wel met papa of mama. En dat je daar eigenlijk wel een beetje verdrietig van bent, dat je dat helemaal niet wil. Nou, zo zijn er misschien nog wel meer dingen waar je verdrietig van bent.
En dan gaan we weer precies hetzelfde doen. Dus dan ga ik weer beginnen. En dan beginnen met bidden. En als ik dan stop, dan mag je de dingen zeggen waar je verdrietig van bent. Die mag je tegen de Heer Jezus zeggen. En dat, nou, dat mag je hardop doen. En dat mag je ook gewoon zachtjes doen in je hart. En God, die weet het eigenlijk al wel. Maar die wil het ook wel graag horen van je. Ja? En dat mag dus in je hartje. Of je mag het hardop doen. Zal ik beginnen? Vader in de hemel, we willen danken dat we, nou, met onze mooie dingen bij u mogen komen. Met onze dingen die we moeilijk vinden. Heer, en we willen ook danken dat we ook bij u mogen komen met de dingen die we, waar we verdrietig van zijn. Heer, en dat kan van alles zijn, Heere God, waar we verdrietig van zijn. Heer, en de dingen die willen we nu tegen u zeggen. Dank u wel, Heere God, dat u naar alles wil luisteren wat we zeggen, want u wilt graag, Heere, dat we eerlijk zijn tegen u, wat er allemaal is. Of het nou moeilijk is, of makkelijk is, waar we dankbaar voor zijn en waar we verdrietig voor zijn. Heere, we bidden, wilt u het horen, Heere. Dank u wel dat u dat altijd wil. Als ik het vraag dat u het wil horen, dan doet u het ook. Dank u wel daarvoor, dat u een God bent die altijd luistert. Amen. Dan is het alweer tijd voor de uitdaging. En de uitdaging van deze week heeft natuurlijk alles te maken met eten en drinken. Deze week, en voor heel veel van jullie, is het vakantie. Dus in deze vakantieweek gaan we eten en drinken delen met de mensen om ons heen. Misschien kun je lekker veel buiten spelen deze week, omdat je geen school hebt. Dus met vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Maar misschien spreek je ook wel met iemand van school af. Of kun je juist met nichtjes en neefjes spelen die je al een poosje niet gezien hebt. Of speel je gewoon lekker thuis met je broers, zusje. Het kan van alles zijn. Misschien ga je wel op vakantie. Waar je ook bent en met wie je ook bent, we gaan ons eten en drinken delen. En dat kan gewoon zijn wat je te eten en te drinken hebt. Dat je daarvan uitdeelt. Dat je denkt, ik heb een lekker snoepje gekregen. Of een koekje. Of een stuk fruit. En als ik, eigenlijk, als ik dat door midden doe, dan heeft iemand anders ook wat. Of misschien heb je wel een snoepbak op je kamer. Waarin je snoepjes bewaart die je een keer gekregen hebt na een kinderfeestje of bij een iets leuks of bij van Sint Maarten. Nou ja, je kunt op allerlei plekjes snoep verzamelen en dat je dat in een bak hebt en dat je daar deze week dat niet alleen voor jezelf houdt, maar dat je dat ook gaat uitdelen. En zo gaan we ons eten en drinken delen. Dus wat je hebt of wat je krijgt deze week. Als je aan het eten bent, kijk even om je heen. Met wie ben je eigenlijk? En kun je het eten ook delen? Want samen eten is veel en veel leuker dan alleen. En zo kunnen we ons deze week eraan herinneren wat we hebben gehoord over eten en drinken in het Babelverhaal. We wensen je een hele fijne uitdeelweek, zullen we het maar noemen. En als je nog andere opdrachten, werkjes wil doen, dan staat er op de website nog van alles en nog wat opgeschreven wat je kan doen vandaag. En we wensen je dus een hele mooie uitdeelweek. En we zien je graag volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Ik zie je!